Met rood zet ik acties met jongeren op. Ik ben de afdelingsvoorzitter van de JOVD Groningen. Ik ben voorzitter van de Jonge Socialisten. Drie ambitieuze jongeren die zich inzetten voor een politieke partij. Wat doen zij precies in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen? We gaan gewoon keihard campagne voeren. We gaan elke week prikactie opzetten. Ik ben niet een drammer die daar gaat staan, stem VVD. Maar ik wil wel mensen zoveel mogelijk informeren. En als dat dan uiteindelijk natuurlijk ertoe leidt dat ze VVD gaan stemmen, hartstikke mooi. We gaan in ieder geval meedoen met de campagne met de PvdA. Dus veel op de markt, veel deuren langs. We gaan een verkiezingsdebat organiseren, speciaal voor studenten. Door op SP te stemmen, zorg je ervoor dat Nederland een stuk groener en socialer wordt dan het nu is. Dat Rutte's afbraakbeleid nu eindelijk eens een keer een halt toegeroepen wordt. En dat we eens een keer kunnen opbouwen in plaats van blijven afbreken. De SP is naar mijn mening veel te veel ermee bemoeien. De SP blijft toch een beetje een partij van nee roepen. Ik denk dat de VVD op dit moment een van de weinige partijen is die durft aan te pakken. En dat vind ik belangrijk. Wij zijn allemaal jong en we willen over 20 jaar willen we dat alles nog goed gaat. En dan is een harde aanpak gewoon nodig in tijden van crisis. VVD komt alleen maar op voor mensen die zichzelf wel kunnen redden. En laten de rest van de mensen aan hun lot over. Wat zij de afgelopen jaren gedaan hebben, is het land min of meer in uitverkoop zetten. En het is er niet beter op geworden. De PvdA staat voor eerlijk delen. Zorgt ervoor dat er een sterke overheid is die zorg draagt voor goed onderwijs, goede zorg, betaalbare zorg. Ik denk dat de Partij van de Arbeid zich veel te veel bemoeit met mensen. Ik zou niet op ze stemmen, omdat ze toch wel te veel hun draai naar de VVD gemaakt hebben.